Goedemorgen mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Wacht hoor. En ik ga, het is zondag, ik ga geen les geven, maar ik ga even kijken bij een mentorleerling uit mijn klas. En die mentorleerling die zit op voetbal. Hij zei van meester kom je kijken, ik zei is goed. Ik zei app me even, laat me even weten waar je speelt of hoe laat of wat dan ook. Toen zei hij ja 2 uur, ergens in Eiburg, maar goed ik ken Eiburg niet. Ik heb hem geappt, ik zeg yo, hoe laat, waar, wie. Geen antwoord natuurlijk. Via ben ik er toch achter gekomen dat het 2:30 is. Dus hij zei tegen mij, ik speel om 2 uur. Maar het is 2:30. Dus ik ga naar een voetbalwedstrijd kijken. Ik ben wel laat. Sorry Badder, maar het is je eigen schuld. Je zei 2 uur. Ik ga naar Amsterdam en ik neem gewoon mijn camera even mee, oké? Okay? Ik ben in Eiburg aangekomen. Hier is het. Ik moet alleen even kijken waar het is. Even kijken waar die boy speelt. Oh, ik zie een collega van mij. Die is ook aan het kijken, dus ik ga daar even naartoe lopen. Oh, maar dat is verkeerd. Even kijken hoeveel het staat. Want volgens mij heb ik al 1/2 uur van de wedstrijd gemist. Dan, wat doen wij op een zondag? Naar leerlingen kijken. Ja, dat wel, ja. Gewoon investeren, hè? Kijk, hij is juist in weer. Ja. We komen voor 3 leerlingen. We zijn even een voetbalwedstrijdje aan het kijken. En ze staan voor, gelukkig. Ze staan ook alle 3 in de basis. We hadden 2 keer gescoord. En ze hebben gescoord, ja. Adil gescoord. Ja. Heeft Jussie gescoord? Nee, wel geel gepakt. Jussie heeft wel geel gepakt, man. Nog even scoren houden, maar misschien heb je nadat ik dit heb opgenomen nog een doelpuntje gepakt. Oh, even je sixpack laten zien. Cristiano, gefeliciteerd jongen. Gefeliciteerd. Nog eentje. Sterk hoor, gefeliciteerd. Het is weer een schooldag. In het weekend ben ik even gaan kijken bij wat leerlingen van mij. Die gingen voetballen. Vandaag ga ik gewoon weer lesgeven. Tenminste, weet je, de week is weer begonnen. En ik ga de camera weer meenemen. En ik ga even mijn lesjes weer filmen. Ik ga mijn lesje weer even filmen, dus check it out, man. Jongens en meisjes, ja. Leg even je pen of je potlood neer. En ik hoop dat je, als we vaak met poëzie bezig zijn, dat je misschien gaat zien dat je veel meer met taal kan dan alleen praten met elkaar of een WhatsAppje sturen. Natuurlijk luister je al naar muziek, luister je misschien al naar rap. En denk van, hey, Seven Alias heeft ook een goede tekst, of Boef heeft goede tekst, of wat dan ook. Dus dan zie je ook al dat je wat met taal kan. Jij kan zelf ook misschien wel wat leuks doen met taal. Ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer, jawel mevrouw, jawel meneer. Nee, nooit meer in mijn leven. Ik hou mijn handen op mijn rug. Ik zeg lekker niks terug. Ik heb het beste. Ik heb het gewoon zelf gehad. Moeten jullie naar de gehoorarts of zo? Ja, ik kan wel. Ik moet echt schreeuwen voor jullie. Ik ben half doof. Oh, ja, ik niet. Maar ik word wel doof nu dat ik zo blijf schreeuwen. Dit staat in mijn gist, dus in de vakantie ben je lekker aan het slapen. In de vakantie nog wel? In de vakantie. Nee. Mag ik even vandaag? Dat waren weer even wat leuke lesjes van mij. Meestal ja, zijn in de klas lekker voorlezen, schrijven. En dat is de opdracht, hou ik van. Ik hou ook van gewoon in de les lekker bezig zijn. Dus als je zeg maar video's ziet van mijn lessen, dat we altijd bezig zijn met iets te maken of te doen, iets actueels. Dat is zo'n beetje ook hoe mijn lessen eruit zien. Dat wil ik ook eigenlijk een beetje laten zien in de vlogs. Tof dat jij keek en vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet je duimpje even omhoog te doen. Ik ga vakantie houden. Ik hoop jij ook. Ik hoop een goede vakantie. Gedraag je, heb lol. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Ik zie je na de vakantie, want dan ga ik verder met vloggen. En take care man. Ik zie je snel, oké? Okay? Thanks voor het kijken. Ciao.